kunnen geen krachtiger signaal geven dan dit. Het is schitterend om te zien hoeveel mensen in deze stad echt bezorgd zijn voor de Antwerpse kinderen in de eerste plaats. Beste stadsbestuur, meer dan 8000 mensen hebben laten weten dat ze uw beslissing betreuren. Het is nog niet te laat. Wij roepen op om uw beslissing te herzien. Durft u dat aan? Als ik de oude gezelschapsspellen uit de kast haal, valt van tussen het triktrakbord en de monopoliedoos een prentkaart. 5 vrouwen met witte schorten, bedrijvig in een industriële keuken. Overdeksels en warmhoutplaten, roltafeltjes met slagroomtaarten, sinaasappels en perziken op sap. Deze keuken ken ik. Het is die van het kinderhome in Sint-Idesbald. Op de achterkant van de kaart de hanenpoten van mijn stiefzoon, zonder hoofdletters of leestekens, maar verder foutloos. Alles is hier leuk aan zee. We zijn gisteren naar het Visserijmuseum geweest. Dag, vele kusjes. Daaronder een dubbele rij van 5 kruisjes en zijn naam. Tijdens de schoolvakanties hadden we voor kindervreugd vrijwilligerswerk gedaan in het home Mathilde Schrooiens. Het kind namen we mee. Het werd een van de tientallen andere kinderen met wie we die weken optrokken. Die vakantie echter hadden we ons niet kunnen vrijmaken. Mijn stiefzoon was er met zijn moeder heen gegaan en had ons deze kaart gestuurd. Wat tijdens een verblijf in het home aan zee de regel was, frisse buitenlucht, veel beweging, gezonde voeding, was voor de meeste stadsmusjes uitzondering. In dezelfde arme volkswijk
waar de vrouw van de kunstschilder woonde, had ik hen keer op keer de bus zien opstappen. Vakantiegangertjes met valiesjes waarin zowat alles van de vooraf opgegeven lijst ontbrak, zodat er te plaatsen tussen de achtergelaten kleding moest gezocht worden naar slipjes, sokken, schoenen, pullovers. Bedplassertjes die zindelijk werden nadat ze enkele dagen halfweg de nacht uit bed waren gelicht en apetrots ontwaakten tussen schone lakens. Een ondervoed jongetje met bleke wangen en doorschijnende oren. Dat beetje bij beetje begon te blozen. En Sandra, laat ik haar zo noemen. Het was een zonnige dag in de duinen, maar meespelen met de anderen, dat wilde ze niet. Ze had zich in mijn arm genesteld en was beginnen te vertellen hoe haar ouders elke avond naar het café op de hoek gingen en zij dan alleen achterbleef in haar bedje en het daarna altijd bras was. Ze wilde liever niet terug, Sandra. Maar terug zouden ze, allemaal. Het home was slechts hun tijdelijke huis. En nu is het zelfs dat niet meer. Er rijden niet langer bussen af en aan. De vrijwilligerswerking is stopgezet, het vakantieverblijf ontruimd. Al jaren staat het leeg en te koop. Bij gebrek aan interesse is de verlaten bouwval ten prooi gevallen aan vandalen. Was kustgrond te kostbaar voor kansarmoede? Was kustgrond te kostbaar voor kansarmoede? Was kustgrond te kostbaar voor kansarmoede? Kansarmoede.